8 Hengeloze wijkcentra, die moeten namelijk samen €190.000 inleveren. Een voorstel voor de manier waarop dat moet gaan gebeuren van wethouder Bas van Wakeren, die ligt nu bij de gemeenteraad. PvdA-fractievoorzitter Marie-José Luttikholt, die heeft haar zorgen daarover al geuit. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders noemt zij de bezuinigingen namelijk onbegrijpelijk. Ze is bij ons aangeschoven. Marie-José, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Bas van Wakeren die zegt eigenlijk dat inwoners en gebruikers van de centra niet veel gaan merken van die bezuinigingen. Dan zou je denken, waar maken jullie je druk om? Ja, dat is nog maar de vraag, want er ontstaat natuurlijk gewoon onrust in die wijkcentra. Want zij moeten ook opnieuw hun geld verdelen. En ik denk op dit moment, er is een rekensom gemaakt voor corona. En volgens mij leven we gewoon in een nieuwe tijd. En je moet kijken, wat heb je nu juist nodig? En dat zijn goede wijkcentra, waarbij de bewoners dicht in de buurt elkaar goed kunnen vinden. En daar moet geen onzekerheid ontstaan. Volgens mij moet je juist extra geld daarin stoppen. Okay, dus juist helemaal niks weghalen, maar meer geld in de wijkcentra, is wat je zegt. Ja, meer geld in de wijkcentra, zodat al die energie die daar is, dat mensen ook nog weer nieuwe activiteiten kunnen organiseren, maar dan coronaproof, hè, want dan kunnen natuurlijk nu ook minder mensen naar binnen. Mm-hmm. Zij hebben ook door die corona minder inkomsten al gehad. Maar je moet zorgen dat je die mensen in de wijk juist blijft bereiken. Wat is dan zo belangrijk aan een wijkcentrum dat die juist nu, na de coronacrisis, laat ik zeggen middenin, dat het zo nodig is? Mensen kunnen elkaar daar vinden en worden minder eenzaam. Hebben daar contacten met elkaar. En als mensen minder eenzaam zijn, doen ze aan de andere kant misschien wel minder beroep op de zorg voor de WMO. En dan win je daar dat geld. Mm-hmm. Dus er wordt in mijn beleving, of in de beleving van onze partij, veel te eenzijdig gekeken naar, we moeten nu bij wijkwelzijn bezuinigen, we gaan een leuk rekensommetje maken, dit kan nog wel. En nou, dan hebben we die bezuiniging gehaald. Dus te korte termijn gericht. Want je... Precies, ja. Je moet integraal kijken, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Het sociale domein heeft niet alleen de zorg, niet alleen de wijkcentra en de wijkwelzijn, mm-hmm, maar ook zelfs nog de participatiewet gaat daarin mee. Je moet naar totaal kijken. En als je naar totaal kijkt, dan weet je dat dit het fundament is van je stad. Net zoals de verenigingen. Je moet zorgen dat dat soort dingen in stand blijven. De energie die daar is gebruiken. Zodat mensen minder beroep hoeven te doen op de zorg, maar meer beroep gaan doen op elkaar. Maar goed, uiteindelijk moeten de centen vandaan gesprokkeld worden, omdat er bezuinigd moet worden in Hengelo op het sociaal domein. Precies. Daar gaat het over. Precies. Waar moeten die centen dan wel vandaan komen? Of zeg je, we moeten investeren, zodat we later het geld terugwinnen? Precies. Investeren in de voorkant. En wij zijn ervan overtuigd dat als je dat doet, dus dicht bij de mensen blijft, dat mensen dan minder beroep gaan doen op die zorg, mm-hmm, die uiteindelijk duur is. En als je daar minder beroep op doet, dan win je het geld vanzelf terug. De wethouder heeft als voorstel ook uitgezocht van, kunnen we niet één wijkcentrum sluiten in plaats van dat we de bezuiniging uitsmeren over alle wijkcentra. Dat leverde niet genoeg winst op. Was dat überhaupt een goed idee geweest volgens jullie? Nee, je moet helemaal geen wijkcentra sluiten. Dus gewoon ervan afblijven, juist meer geld naar de wijkcentra. Precies, en geef ook Wijkkracht, hè, dat is onze welzijnsorganisatie, geef die de mogelijkheid om daar nog meer te ontwikkelen. Ja. Zodat je niet zo nodig in dat centrum blijft, maar ook naar buiten gaat, de buurt ingaat en daar opzoekt en mensen naar binnen haalt. Hoe kan het nou dat de PvdA hier zo sterk van overtuigd is van deze gedachte? Terwijl we ook horen dat de wethouder dit eigenlijk in overleg met die wijkcentra dit plan heeft gemaakt. Is dat ongeloofwaardig dat hij dat inderdaad goed heeft overlegd met de wijkcentra? Want ik neem aan dat daar dezelfde gedachten leven. Van die zien toch hun eigen belang wel? Nou ja, er is een paar jaar geleden is er besloten dat er bezuinigd moet worden op wijkwelzijnswerk. Mm-hmm. Daar waren wij toen ook al op tegen. Omdat wij ook toen al hebben gezegd, investeer nou in die voorkant, want dat levert je uiteindelijk aan de achterkant vanzelf op. Dit is daar de resultant van. Ja. Dus daar zijn wij niet blij over. Het is ooit wel een raadsbesluit geweest, natuurlijk. Maar die uitwerking, daar zijn wij niet blij mee. En die wijkcentra worden natuurlijk ook voor voldongen feit gesteld. Wat is nou, even zeg maar in de tijdlijn gezien, waar zitten we nu in dit besluitvormingsproces? Want het is een voorstel geweest. Jullie zijn het daar niet mee eens. Wanneer wordt hier iets over, wanneer wordt hier een hamer opgeslagen? Nee, dit is een uitwerking van een besluit dat ooit al genomen is door de Raad, dat er bezuinigd moet worden op dit stuk. Ja, maar deze uitwerking zijn jullie het niet mee eens. Nee, dus niet hoe jullie het voor ogen hadden. Nee, dus het moet weer terug naar de tekentafel, denk ik. Ja, maar het is natuurlijk wel een college-aangelegenheid. Mm-hmm. Dus vandaar ook dat wij in de pen zijn geklommen om te zeggen... nou, dit snappen wij niet, hoe heb je dit kunnen doen? Ja, wat gebeurt er dan nu concreet? Of is het nu gewoon zo van, ja, het is al besloten, het is zoals het is? In principe is het besloten, maar wij hebben dus een vraag gesteld aan het college. Hoe kan je dit nou doen, ook in het licht tegen corona? En wij wachten op een antwoord van het college. En als dat antwoord niet is zoals wij dat graag willen... dan gaan we denk ik een politieke markt aanvragen... om daar toch nog eens met het college over van gedachten te wisselen. Ja, dus zelfs al zijn de gevolgen van die bezuinigingen... voor gebruikers nauwelijks zichtbaar. Het zit hem in een stukje gebouwenonderhoud. Gebouwenonderhoud wat ze uit hun eigen portemonnee moeten gaan betalen. En voor dat geld zouden ze ook andere dingen kunnen organiseren. Dus het is wel uiteindelijk, zegt de PvdA in Hengelo... wel zichtbaar voor die eindgebruiker? Uiteindelijk wel, natuurlijk. Want die wijkcentra zitten daar niet om geld op te potten. Die zitten daar juist om activiteiten te organiseren. Ja. En als er dan ook nog in staat... we gaan €15.000 weghalen bij vakantiespelen voor kinderen... dan denk ik, hoe bedenk je het? Hoe bedenk je het? Het is voor kinderen van gezinnen die in armoede leven... die vaak zelf geen vakantie kunnen betalen. En dan wordt er wel gezegd... ja, maar de vakantiespelen gaan wel door. Ja, maar wel met minder geld. Dus ik snap helemaal niks van deze keuze. Ja, dat is duidelijk. De wijkcentra waren over zijn tijd dicht. Zijn nu weer open, toch? Ja, gelukkig wel. Op volle toeren? Op volle toeren denk ik niet. Want we zitten natuurlijk wel met coronamaatregelen... met 1,5 meter afstand. Dus een aantal dingen kunnen gewoon geen doorgang hebben nu. Nee, maar voor zover we daar invloed op hebben... zeg jij, laten we zoveel mogelijk dan wel die kant opbrengen... om het wel op volle toeren zo goed mogelijk te kunnen laten draaien. Precies. Misschien moet je sommige activiteiten wel 2 keer organiseren... zodat iedereen mee kan doen. Marie-José Luttikholt was hier van PvdA Hengelo... over dus die wijkcentra en de bezuinigingen daarop in Hengelo. Dankjewel, Marie-José. Graag gedaan.